Victor, je stond in Genève, je staat nu weer hier, maar een hele andere setting. Andere mooie auto's eromheen ook. Ja, dat was in Genève ook zo, maar die stonden wat verder weg in Genève. Dit is de stand van onze allereerste dealer in Amerika, Manhattan Motors, waar we sinds 2003 door worden vertegenwoordigd. New York is een hele grote markt voor ons. We hebben vanavond een evenement met 20 eigenaren die allemaal hier naartoe komen, de auto's zien. We verkopen, sinds wij elkaar voor het laatst gesproken hebben in Genève, hebben we al 31 van de 50 auto's verkocht. En vandaag doen we de presentatie voor het eerst in Amerika. Dus ik denk dat we voor het eind van de maand zijn uitverkocht. We verkopen heel veel Praliators aan bestaande klanten die de tweede spijker willen of soms een derde. En Amerika is altijd historisch onze grootste markt geweest. Dus we zijn zeer vol verwachting. Wie is de spijkerklant? Ben ik een spijkerklant? Dat kan ik bevestigen dat je dat niet bent. Tenzij je heel goed geheim hebt weten te houden dat je minimaal 50 tot 100 miljoen euro op je rekening hebt staan. En dan bedoel ik op je rekening hebt staan. Want onze klanten zijn heel rijk en ze zijn liquide. Onze typische klant is 45, dus relatief jong. Heeft een enorme collectie auto's. Koopt alles zonder erover na te denken. Is een impulse buyer. Koopt spijkers omdat hij ze meer als kunst beschouwt dan anything else. Heeft vaak een Bugatti. Heeft altijd Bentleys en Aston Martins. Maar bijvoorbeeld nooit Lamborghinis en McLarens. Het is een hele typische klant. Heel veel Ferrari-kopers kopen een spijker omdat ze iets anders willen. Mm-hmm. Nu ben je er doorheen, binnenkort, door die 50 stuks. Ja. Ook door de motoren. Wat dan? Nee, dan komen we met een Spider. We gaan ook 50 Spiders maken. En daarna maken we nog 50 auto's op dit chassis met een speciale carrosserie. Die zullen we laten zien volgend jaar in Genève. En dan gaan we naar de volgende generatie. En is dat dan die speciale versie, die laatste batch van 50? Is dat ook met een andere motor dan in dit geval, dan de Audi motor? Dat kan ik je nog niet zeggen. We kunnen ook nog met Audi verder. Maar we hebben wat plannen daar ook. Ja, maar ik ben zo benieuwd. Hè? We hebben elkaar vaker gesproken. Ja, en natuurlijk. Hier in Amerika, daar zit een fabrikant, een onderneming die iets efficiënts bouwt. Ja, die zijn er plenty, maar we gaan toch voor Europese motoren. Ja? Ja. Dus dat plan is er niet meer om iets te doen met iets elektrisch dan wel iets hybrides? We gaan iets elektrisch doen, maar dat zijn elektrische motoren. Maar voor de Praliator en de internal combustion engine auto's gaan we met Europese motoren verder. En de elektrische motoren, uiteraard, die zijn Amerikaans. Kun je daar iets over zeggen? Ja, de Los Angeles wordt de plek waar we iets gaan laten zien op het gebied van elektriciteit. Eind dit jaar? November. Dankjewel. My pleasure.